let op de verhoudingen. Waar normaal hier de voeten eindigen, is het bij een ballerina loopt het dus langer door. Die voet heb je zo mooi geschetst. Ja. Perfect, dat is echt prachtig. Ja. En dat zonder slaap, hè? Ja, dankjewel. Inderdaad, ja. Docent Iris Frederik studeerde beeldende kunst aan de Academie in Den Haag. Ze maakt vrij werk, portretten in opdracht en geeft masterclasses. Nou, dat moeten wel hele snelle lijnen zijn, geloof ik. Dat is maar één streep, dat is wel makkelijk, toch? Hoe gaat het voor je? Ja, gaat wel goed. Ik blijf zoeken. Ik vind het mooi, die zoekende lijnvoering. En als je straks de goede hebt gevonden, kan je nog sommige stukken wat aanzetten. Maar het is een goed perspectief wat jij hier hebt, hè? Ja, dat dacht ik ook. Mooi dat paars wat je erbij hebt geschilderd. Ja. Borsten heb je ook mooi gedaan. Verhoudingen kloppen, maar de hand vind ik nog een beetje een krabbenklauw. Gekker genoeg, ja. Je mag het best wel verzinnen dat ze de hand bij elkaar en de vingers bij elkaar, als het maar voor het oog overtuigend overkomt. Ja. Dat wij het geloven als kijker. Dus dat ik deze hand gewoon zo bij elkaar. Ja, dat het zo op de buik heeft, ja. Maar goed bezig. Dank je. Zwangerschapsmisselijkheid. Ja, precies. Dat was het. Als we even hier om ons heen kijken en je gaat niet een artistiek verantwoord antwoord geven. Wat is de kleur die je hier vooral ziet? Groen. Groen. Groen, ja, dat wilde ik horen. Het bijzondere aan kleur is eigenlijk dat wij de dingen versimpelen in ons normale leven. We zien een boom en denken dat is groen. En als kunstschilder ga je kijken welke kleuren zitten erin. Wolken, wat voor kleuren zitten erin? Er zit misschien wel paars in, er zit misschien wel een beetje geel in. En het is niet alleen maar een witte wolk. Ik heb altijd dezelfde opbouw van mijn palet. En waarom is dat? Je wil het spontane, het creatieve, dat het op het doek gebeurt. En daardoor moet de rest zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn. Als je weet, altijd daar is mijn oker, altijd daar is mijn bruin, daar is altijd mijn blauw, dan kan je als het ware, zonder te kijken, kan je die kleuren pakken. Wauw. Zullen we gewoon hier gaan wonen? Ja, dit is met z'n allen dan, hè? Dit is gewoon één groot schilderij. Ik heb alleen maar het gevoel dat hoe meer dat ik schilder en hoe verder ik ontwikkel, ik voel me dat hoe slechter ik doe. Ja, nou, dit is echt een teken van ontwikkeling. Dit betekent dus dat de kunstenaar in jou aan het groeien is. Okay. Want het zijn juist kunstenaars, die hebben vaak de meeste zelftwijfel. Terwijl mensen die net beginnen met schilderen, die zijn al blij als ze even een streep neerzetten. Oh, de hele familie vindt het mooi. Ja. Facebook krijgen ze de likes. Okay. Maar als jij verder groeit en jij ziet hoe goed de schilderijen van de grote meesters zijn, ja, dat betekent dat je zelf ook wat nederiger wordt. Okay, ja, en nederig zijn is niet erg, maar jezelf omlaag halen, dat mag niet meer van mij, oké? Okay? Oké. Okay.